Hallo mensen, welkom bij een nieuwe analyse. Vandaag zit ik met Stijn. En Timo. What's up? What's up? En we gaan het hebben over Faster Than Light. Ja, Faster Than Light is een space sim management game. En Stijn, vertel ons wat meer over deze game. Je hebt een spaceship en die moet je managen. Je hebt een crew, je hebt wapens, je hebt drones, je hebt resources, je hebt oxygen levels, je hebt shields. Missiles, noem het allemaal maar op. Heb je probes? Probes? Nee, je hebt geen... Ja, je hebt wel een boarding drone. Daar kun je ze wel mee invaden. Je hebt soms teleporters, dat je eigen crew op de vijandelijke schip kan zetten. Maar geen probes? Je hebt geen probes. Ah, dat vind ik dan jammer, hè? Ik vind minimaal, er moet wel een butt probe in zitten. Maar goed, dit spel heeft een beetje een soort van verhaallijn. Je bent op de vlucht voor de rebellen en... Ondertussen, je moet een bepaald bericht moet je overbrengen naar de federatie thuis systeem. Galaxy, noem maar op. Dan kun je niet gewoon zeggen, don't shoot the messenger. Nee, want dat willen ze juist hebben. De rebellen willen juist hebben dat jij niet dat bericht overbrengt. Dus die zitten je op de hielen. Ja, dat vind ik toch gemeen, hè? Ondertussen moet je zoveel mogelijk resources in te gatheren, wapens en al die dingen. Je ship zoveel mogelijk upgraden. Zodat je op het einde gewoon klaar voor bent voor wat er dan te wachten staat. Ja, en alle galaxies zijn random generated. Dus elke keer je hebt verschillende levels of verschillende delen van een galaxy heb je. Mm-hmm. En dat is allemaal random en ook alles is random. Ja, dat is inderdaad heel veel gebaseerd op random events. Hier heb je nu ook een voorbeeldje, een random event dat ik bij te dicht bij een zon ben, die op het moment een supernova ondergaat. Dus er worden constant solar flares op mij afgevuurd door die zon, terwijl ik in gevecht ben met een geautomatiseerd spaceship. Die heeft zelf geen crew, dus die hoeft zich niet zo druk te maken over oxygen levels en vuur en al dat gedoe. Nee, vuur. Ja, je spaceship kan in fik vliegen. Yep, ja, je hebt oxygen op je schip, dus dat kan dan. En waar brand is, heb je gelukkig mannetjes. Je bestuurt je mannetjes van, sommige bestuur je van, hey, je moet dat doen, je moet dat doen. En mm-hmm. Als er brand is, kun je dus zeggen, hey, jij moet daarheen. En je moet dan een brandblusje pakken. Ja, je kan het ook op andere manier doen. Zoals ik hier doe, is ik zet de deuren open, zodat alle oxygen uit die kamers wordt weggezogen in het vacuüm van de ruimte. Zodat het vuur zich niet meer kan verspreiden. Maar daar kunnen de mannetjes niet meer in die kamers zijn. Nee, als ze daar naar binnen gaan, dan krijgen ze langzaam damage. Maar ja. Als ze dus vuur, kun je dus ook blussen. Ja, dat kan ook. Ja, je kan heel veel met je crew. Maar dan hoef je geen brandblussen te pakken, nee. Ze hebben dat gewoon bij zich. Ja. Altijd. Nee, maar je crew zijn heel belangrijk. Je hebt ze nodig voor piloting. Je wapens schieten er sneller van. Je shields regenen dan sneller. En voor repairs, zoals je hier ziet, ik ben mijn oxygen probeer ik nog te repareren op het laatste moment voordat ik... Helaas, het onderspit moet delven. Ja, voordat Stijn zijn schipje ziet vergaan. En daar gaat hij. In 6 stukjes. Ja. Of 5. Ja, het is verder een roguelike game. Dus als je doodgaat, is je avontuur voorbij. Je hebt wel een safe state dat je kan opslaan en daarna weer verder. Maar als je doodgaat, moet je opnieuw beginnen. Helemaal? Ja. Oké, dat is wel interessant wanneer om je... Ik moet blijven leven, want... Ja dat loopt te drukken. Dit was het voor deze ruimteavontuur. Ons TSP-schipje is kapot. En dus voor nu zeggen wij... Bro Team out!